Ja, ik vond het erg attent van beeld en geluid om mij dat toe te sturen. Precies. Dus ik denk, laat ik eens kijken. Ik zou toch ook de kijkers... gaat u maar rustig, in plaats van dat u daar die film kijkt... kunt u beter weer zo'n waar gebeurde misdaad podcast luisteren. Hè? Dat is toch, ja... Nou, dit was wel een beetje misdaad, toch? Ja, dit was wel misdaad, want het was natuurlijk net wat die dame aan het eind zegt. Het is moord. Heb je de hele film nog eens een keer zitten kijken? Nou, ik heb een stukje bekeken. Ik vond het eerlijk gezegd dat het goed in elkaar zat... Het was natuurlijk een vrij korte film, 50 minuten, meen ik. Dat was ook al gemaakt als tv-film. Daar is ook een gouden kalf daarmee gewonnen. En ik heb natuurlijk wel even naar mezelf gekeken. Nou, dat stemde mij niet gelukkig. Vanaf 28 minuten, zei hij. Ja, dat stemde mij niet gelukkig. Jij was de burgemeester? Ja. Met een rood overhemd? Was een verzuurde linkse burgemeester. Dan zullen mensen zeggen dat. Dus prent u dit goed in uw hoofd? Ik was een verzuurde linkse burgemeester. Toen al. Theo had direct gezien, die dacht eerst even natuurlijk bij het scenario, ik heb een verzuurde linkse figuur nodig. Iemand die vervuld is van sentimenten, druipt zijn neus uit. Ah, Maarten natuurlijk. Dit was hier op het lijf geschreven. Het was me op het lijf geschreven. Maar nogmaals, ik had geen enkele, ik heb toch wel eens verteld dat ik daarna meteen een andere... filmrol aangeboden ja, krijg. De seksprofessor. De seksprofessor, ja. Dat is, maar ook had ik het scenario gelezen. Nou, het was zoenen voor en zoenen na. Ik denk, dat gaan we niet doen. Het leek me niks voor mij. Ik moet erbij zeggen, ik was met mijn vrouw en dochter naar de première van die film gegaan. Die was hier in het film, de filmweek, hoe heet het ook alweer? Nederlands Filmfestival. Ja, Theo was gewoonlijk hartstikke zenuwachtig. Die beende dan heen en weer voor het doek. Maar goed, hij werd beloond voor zijn werkzaamheid, terecht. Theo was een prima regisseur. Zou je van Theo misschien niet verwachten, maar was heel empathisch en zo. En gaf goed, hele goede adviezen. Dus ik deed het ook allemaal verkeerd. En zei, Theo, je moet gewoon niks doen, dan gaat het vanzelf. Dat klopte precies. In allerlei opzichten heb ik de natuurlijke uitstraling van een verzuurde linkse burgemeester... En na afloop zei mijn dochter tegen mij, zei, dat moet je nooit meer doen, pa. Dus dat heb ik me aangetrokken. Ik heb nooit meer een rol gespeeld. Sterker nog, eigenlijk speel je bij de tv altijd een soort rolletje, maar dat is een heel beperkt soort van toneelspel. Ook als je jezelf bent? Ja, want je laat natuurlijk maar een bepaald aspect van jezelf zien. Ja. Maar waarom heb je dat dan toen wel gedaan, die rol? Nou, vond het wel leuk. Vond het interessant. Het was ook hartstikke interessant. En nu, als ik naar een film kijk ik anders dan voor. Ik weet nu 7 takes van voren. En er kwam altijd steeds... Bij die filmcamera kwam er een meisje met een loop. En die keek of er geen haartje voor de lens zat. Wat je bij tv natuurlijk nooit ziet. Die kon wel aan de gang blijven. Maar ja, dat vond ik al interessant. En dan denk je na 7 takes... klap, dan wordt dat... dat gaat ook met zo'n bord. Het gaat echt met zo'n bord, wat je altijd ziet. Dus ik dacht, 7 takes van... Dan zijn we vanaf van deze... Ja, dan gaat je enorm vervelen dat je steeds datzelfde tekstje moet zeggen. En dan moet je 7 takes van achter, want dat moet zo gesneden kunnen worden. En de camera staat steeds op een andere plek. Ja, de camera reed ook op een spoortje. Het waren rails, hij stond op rails. Dus ja, hij kon het een hele... Nu weet ik dus zo'n Hollywoodfilm met complexe scènes, joh, dat moet echt, die lui moeten echt hun vak onder de knie hebben. Hè. Dan heb je natuurlijk tegenwoordig met die hele complexe animatie die erbij te pas komt. Of zo'n ongeluk wat je moet laten gebeuren. Zo'n auto die dan over de kop gaat en het erover een ravijn indondert. Dat, ja, want dat kan, je kunt dat ook niet 7 takes doen, want je kunt, nou ja. Kortom, ja, ik heb er veel van geleerd, maar ook dat ik niet geschikt was om... rollen in films te spelen. Laat staan seksprofessor. Dat was al helemaal curieus, ja. Ik moest ook mijn baard laten groeien. Een hele lange baard zou ik wel moeten hebben. Nou ja, dit dus wat betreft. Maar ik vond het heel... Het bestaat. Het was bovendien voor zover ik kon zien een prima kopie. Het was niet dat je denkt, jongen, je kunt wel zien dat het allemaal oud materiaal geworden is. Je had wel dat gekke... Dat die kleuren anders waren dan tegenwoordig. Dat had je wel. Iets warmer en donkerder, zou ik zeggen. Mm. Nee, ik vond het eigenlijk... Nogmaals, ik had de indruk dat het verhaal effectief verteld werd. Dat het goed in elkaar zat.
Maar ik was niet trots op mijn prestaties. En Engels ondertiteld viel me ook op. Ja, precies, je gelijk. Maar heb je de hele boel bekeken? Nee. Die man zei, je moet even op 28 minuten kijken. Dus dat heb ik er even uitgehaald. Wat vond jij ervan als dat tv-criticus? Nou, ik vond het grappig om je te zien. Jij vond het grappig. Ja, ik moet lachen. Je zat ook te roken. Ja, zeg. Ja, dat vond Theo geweldig natuurlijk. Ja. Theo houdt zoveel mogelijk roken. Ja. Express. Ik had natuurlijk de voorinformatie van jou. Die zei, ja, ik vond dat heel gemakkelijk om dat zinnetje uit te spreken. Dat zie je ook terug. Dat je denkt, van ja, je moet iets vertellen wat je eigenlijk niet vanuit jezelf vertelt. Nee, en toen had ik al tegen... Eerst ging het heel moeizaam. Dus toen had ik al tegen Theo gezegd... Mag ik gewoon iets zeggen wat ik zelf heb verzonnen? Ja. Ja, dat kon. Mits het dan in het verhaal passen natuurlijk. Ja. Het gekke is ook dat ik vond dat die acteurs... Die dan binnenkomen en daarbij dat ging... Dat, maar wel bekende mensen allemaal. Ja, zeker wel. Hele bekende acteurs. Ik vond dat die acteurs zich zo aanstelden. Zo overdreven. Ja. Maar in de film werkt het prima, terwijl ik zit erbij als een zoutzak eerste klas. Dat je denkt van, wat is dat nou? Hij doet ja. Inderdaad helemaal niks. Dat krijgen ze dus geleerd allemaal op die opleiding. Dus het was nogmaals, ik vond het een uiterst leerzame ervaring, maar niet voor herhaling vatbaar. Ja.